Hallo iedereen, dit is Nona en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik praten over irritaties die er in mijn school en in andere mensen scholen allemaal gebeuren. Mensen die op mijn school zitten, don't be offended. Dit zijn ook dingen die ik aan mijn vrienden heb gevraagd van hey, wat zijn irritaties van uw school? Dus nu moet je zelfs niet gaan wenen tegen mij van oh my god, gaat dit over mij? Niet alles wat in deze video wordt gezegd gebeurt ook bij mij op school. Dit is de tweede video die ik maak over schoolirritaties, dus ik zal in de infokaart mijn eerste video zetten over schoolirritaties. Die ook alweer bijna een jaar geleden volgens mij is geüpload. Wilt je oude Nona zien? Ga die nog maar eens kijken. Laten we nu snel beginnen met de eerste irritatie. Irritatie 1. Dit is iets wat op mijn school gebeurt, op elke school gebeurt, overal gebeurt. Dit heb ik altijd als ik op een of andere manier snel mij moet haasten om mijn trein te halen na school. Dus ik wil snel door de gang gaan. Ik ben aan het stappen door de gangen en daar staat echt zo'n groepje voor mij dat niet doorwandelt. Maar echt, die gaan een halve kilometer per uur. Dat is echt onmogelijk. Dan staat je er zo, Sorry, mag ik even door? Maar laten die je door? Nee, die laten je niet door. Doe gewoon alsof jij niet bestaat. Dan moet je zo heel awkward daar echt zo die aan de kant een beetje duwen om door te geraken. En dan kijken ze je aan zo van, oh my god, wat is je probleem? Ben je weer gehaast, ja? En dan denk je echt zo, ho. Ofwel loop je door in de gangen, ofwel gaat je aan de kant staan als je niet doorloopt in de gangen. Maar in de gangen staan, helemaal in het midden en niet doorlopen. Sorry, maar daar irriteer ik mij inderdaad wel aan, ja. Irritatie 2. Als je gewoon in de gang aan het stappen bent en er loopt iemand voorbij u, al ja, voorbij u lopen, het is hoe dat je het ziet. Als die echt voorbij komt, geeft die u een ram met hun schouder dat je echt bijna op de grond valt. Waarom zou je dat zelfs doen? Dat is gewoon gemeen en dat hoeft niet eens. En als dat dan per ongeluk gebeurt, zeg dan sorry of zo van dat was niet de bedoeling. Ga dan niet zo van bam en loop dan weg. Nee, zo werkt het niet. Dat is echt zo, dan loop je in de gang, komen zo van die mensen voorbij, die kijken zo naar u, komen die dichterbij en dan ram. Die doen dat. En zoals je kunt zien aan de camera, blijf je dan niet veilig op je pootjes staan. Ik zou zeggen, super stoer en blijven doen. Irritatie 3. Voor de vakantie zijn meestal heel veel toetsen geplaatst. Dat is niet leuk, dat weet ik, maar je moet gewoon even door die periode bijten. Meestal vragen die van mijn klas dan van, hey, kunnen we geen toets verschuiven? Meestal ben ik het daar wel mee eens, want meestal hebben we dan vrijdag 5 toetsen en woensdag geen. Dan heb ik ook liever dat er 2 toetsen naar woensdag worden verplaatst, want ja, je weet wel wat ik bedoel. Van mensen die dan zeggen van, hey, kunnen we die toets van vrijdag niet verplaatsen naar na de vakantie. Dan zegt iedereen, ja, laten we dat doen. En dan denk ik, nee, laten we dat niet doen. Want als er bij mij een vakantie is, ik ben alles kwijt. En dan zeggen ze wel van, ja, je kunt dat veel meer leren, je hebt een week om te leren. Dan denk ik, oké, als jullie gaan leren in het begin van de vakantie, doe maar hoor. Maar ik heb een leven in de vakantie. Ik wil dingen gaan doen in de vakantie. Dus ik wil niet voor 500 toetsen, die we eigenlijk normaal voor de vakantie ook al kunnen maken, daar wil ik niet allemaal voor leren. Want volgens mij is dat toch wel een beetje normaal. Dan denk ik, bijt even door. Oké, ik ben op Twitter ook wel zo'n kind van, oh my god, en vandaag 5 toetsen, blablabla. Maar je gaat daardoor en ook al kom je er mijn buis uit, doe dat niet na de vakantie, want ik leer pas zondagavond bij de vakantie. Als we dan 3 HT's hebben, dan ben ik gefokt, want dan weet ik niks meer van de lessen. Moet ik alles nog eens helemaal leren. En ja, dan buis ik. Irritatie 4. Roddeltantes. Daar kan ik mij zo hard aan ergeren. Je wilt het niet weten. Er zijn echt zo'n absurde roddels dat ik denk als ik die hoor van wie verzint die zelfs? Dan komen er mensen naar mij en dan zeggen die van hey Nona, er is dit over je gezegd. En dan denk ik echt van, gelooft jij dan nog? Denk even na met uw verstand. Laat die roddel even tot u doordringen. Wil ik dat ooit doen? Ja of nee? Het antwoord daarop is altijd nee. Want dat zijn echt wel die roddels, als bijvoorbeeld van Nona van Brakel heeft gezegd dat ze al haar kijkers haat en YouTube helemaal niet belangrijk voor haar is. Denk ik zo, kom op, ik ben elke dag bezig met YouTube. Ga ik dan mijn kijkers haten? Ga ik dan YouTube niet leuk vinden? Nee, mannen, allee ja. Ik weet niet zo. Je merkt echt aan mij dat dit een irritatievideo is, want ik ben echt mezelf aan het opwinden in alle irritaties. Sorry daarvoor. En irritatie 5 waar ik heel de video op heb gewacht is, vijfdejaars die niet snappen dat Chrysostomos niet is voor hun, maar voor de zesdejaars. En dat de zesdejaars een show hebben, ook waar ze anderen belachelijk mogen inmaken. Maar dat de vijfdejaars dat niet moeten doen door een liedje te maken over andere leerlingen, inclusief mij. Omdat ze die leerlingen niet kunnen hebben of omdat die leerlingen iets hebben gedaan. En meer dan zelf wat er in dat liedje wordt gezegd, zijn dan ook echt gewoon roddels.
Want kom op zeg, van die roddels, geloven jullie dat nu echt allemaal? En als ik in een video vraag van, hey, ben ik nog maagd? De ene zegt ja, de andere zegt nee. Ik zeg van, hey, een van jullie heeft het juist. Mannetjes, dat betekent niet dat ik ontmaagd ben, hè. Dat was gewoon puur een grapje. En ja, ik weet dat de comments vol staan van, ha, ze antwoordde er niet op, dus ze zal wel ontmaagd zijn. Maar dat was echt gewoon puur, ik kan dat niet uitleggen. Dat was gewoon een grap en leef daar nu eens een keer mee. Wat is er zo erg aan dat ik die vraag niet heb beantwoord in die video? Ik snap het niet, mannen. En dan maken ze zo een liedje daarover. Nu wil ik graag een applaus vragen voor de kinderen die dat hebben gemaakt. Want eerlijk, op zo'n liedje was ik niet gekomen. Ik ga stoppen met zagen over dit onderwerp, want ik moet er nog een half jaar op deze school overleven. Daarna ben ik weg, dus kan ik mijn zegske helemaal doen. Maar genoeg gezeverd, dit was de video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Vergeet geen dikke like te smashen als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te reageren van wat dat jullie irritaties zijn over school. Want dan kan ik misschien een deel 3 maken van deze video. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie terug in mijn volgende video. Bye! And hope is not